Hoe gaat het putten, Valerie? Wat zie ik? Hoe gaat het raakpunt op het slagvlak? Nog niet. Het is overal raak ik hem als het ware. Ja, je ziet hier ook, je raakt hem een beetje hoog en een beetje uit de teen. Als je dan naar het beeld gaat kijken, dan zie je in het beeld ook terug dat die grip, die loopt er door de vingers. Kijk, dat kun je heel mooi zien als ik dit lijntje trek. Dan zie je die lijn, die loopt door die vingers heen en niet door die onderarm. En dat is wel een fundament, want als die grip te veel door die vingers gaat, zie je ook dat die bovenarmen te gestrekt, te rigide naar beneden wijzen. En dat wil ik even aanpakken met jou. Ga eens klaarstaan. Doe de handen eens plat tegen elkaar. Ja, dit idee, keurig. Dan wil ik hebben dat je die rechterhand wegdoet. Pak die linkerhand vast. Nou plaatsen we die tweede hand terug. Onderdoor. Juist, hou vast, hou vast. Nou, een hele mooie check-up voor jezelf als je zo gaat staan. Dan zie je dus dat die shaft en onderarmen in één lijn zitten. Nou voel je ook dat die bovenarm en romp verbonden zijn. Beweeg zomaar eens op en neer. Dan voel je die rotatie vanuit de romp. Dat is veel meer stabiliteit. Juist. Nou gaan we vanuit die heupen naar voren. Juist. Zak met dat borstbeen een tikkeltje naar die bal toe. Dat je hier die connectie voelt. En nou draai, beweeg maar eens vanuit die connectie. Kijk, dus we gaan de grip gebruiken om die connectie op je romp te vinden. En dan gaan we eens kijken of die bal ook daadwerkelijk uit de sweet spot geraakt wordt. Nou, die zit wel mooi in het midden. Zit nog wel een tikkeltje hoog. Heeft te maken natuurlijk met de shaft positie. Je hebt een klein beetje forward press. Maar veel belangrijker, hoe voelt dit? Onwennig. Oké. Maar wel dat ik met mijn handen, zeg maar, dat ik niet zoveel aan mijn polsen doe. Juist, voel je ook zwakkere handen nou? Ja. Juist, en wat zou er gebeuren als die handen zwakker aanvoelen? Wat ga je dan automatisch meer doen? Dan ga je ergens anders de energie vandaan halen. He, dus het is ook een kunstje, hou vast. Die handen maken we zwakker. Wat je nou duidelijk kunt zien is dat die pinkmuizen dit en dit onder de grip zitten. Mm-hmm. Shaft, onderarmen, keurig in positie. Nou, dan gaan we weer vanuit die heupen naar voren. Juist, behoud die connectie. Wauw, dus die zwakheid in de handen resulteert in meer beweging vanuit de romp. Nice. En hoe voelt hij op het clubblad? Beter. Oké, gaan we eens kijken. Oh, sweet spot. Ja, een beter voorbeeld hadden wij niet kunnen geven, toch? Nee, zeker niet. Dream team. Dream team. Dus, de kern van het verhaal. Werk aan die grip om ook lichaamsconnectie te krijgen. En vanuit die lichaamsconnectie meer stabiliteit. Nou, ik vond het een leuke les. En jij? Ik ook. Top. Dit is wel erg gemaakt, hè? Maar ja, het gaat om instructie. Een stuk.